Yo mensen van Dutch Gaming, leuk dat jullie weer kijken naar Amnesia. Ja, ik heb hem weer zonder facecam gedaan. Ik vind, heel eerlijk gezegd, de video's moeten boven de 10 views blijven behouden om facecam te haken. Boven de 10 kijkers op de vorige video komt er weer een facecam in. Sorry mensen, ik ga geen facecam doen als het er niet echt veel bekeken wordt. Het moet verdiend worden, vind ik. Sorry. Misschien niet vindt iedereen dat leuk. En ja, sorry daarvoor. Maar ik vind het leuk dat jullie kijken. Ik vind het leuk om een facecam erbij te doen. Maar ik vind wel van, er moeten minimaal 10 kijkers zijn geweest. 10 views op de video staan. Sorry. Nee! Journal? Wat voor journal? Ja! Dat is inkt! Dat is mijn inkt! Hallo? Nope. Suzanne heeft het ook niet goed schoongemaakt, verdomme. Zo, dat heb ik weer gehad. Hé, maar mensen, we gaan nog wat serieuzer doen. We gaan nog veel serieuzer nu worden. Wat vinden jullie van Resurrection? De serie op SBS6. Ik vind het zelf een geweldig leuke serie om te kijken. Je leeft een beetje personage in. Echt serieus, het is een geweldige serie. Hey, een wrench. Crowbar. Levers? Nee, haakjes. Wedden dat daar wat in zit? Wedden? Nope. Daniel. What? Still having nightmares, I see. Yes. I can't shake them. They come every night. We'll put a stop to them. You'll see. Wee! Die serie is echt goed. 3rd of July, 1839. Today I Herbert's things at the customs house. I dug through the trove of documents he had carried and found a log detailing the expedition. The nature of this text ranged from quick notes to colourful accounts of transpired events. I skimmed the pages, trying to figure out what might have happened. May 17th, the day I was trapped inside the orb chamber, Herbert dryly states, recovered Daniel after 1 hour of entrapment. This confused me greatly. I was suffocating within minutes. How could I have lasted an hour? I continued reading the familiar text. It's gone it. Herbert states his facts without judgment or passion. But suddenly, I could read frustration into his text. He pushed his men to investigate the underground tomb, an effort which seems to have strained the minds of his men. Madness spread through the ranks, and Herbert had to take some extreme measures to continue. He finally visits the chamber himself, where he retrieves the orb. His account confuses me. His account has been frozen. What are those pieces in my drawing room? Crowbar?
tam tam tam. The key. Please let it be here. Meer kleren, altijd handig. God op. Rebecca, muscle. 1839. It's done. The orb is assembled. I was awakened by an exhaustive night. Yes. Fuck, it was man. I retired to the drawing room with a cup of tea. The relic piece is. Als jullie dat als facecam nu aan stond, dan stond ik echt zo van. I knew how it was supposed to be. I fetched the tar, which I prepared to fix the pieces together, and without fault, I joined them. Producing the orb I remembered so clearly. The tar proved unnecessary. It was pushed out from the joining pieces as they merged on their own, with no adhesive. The ancient stone relic now rests on my table. It's an immaculate surface and perfect shape. Could have been molded by a factory. This is all too strange. Bum bum bum. Maar waar de fuck kom je vandaan? Niks. Lekker zuid! Maar als ik terug ga naar de hal, dan kom ik hem toch weer tegen. Maar over die Resurrection serie, dat is echt een verdomd goede serie. Het gaat over een jongetje, Jacob, die... Ik ga hem een klein beetje informatie vertellen van, over de serie. Gewoon, het gaat over een jongetje, dus Jacob genaamd. En die is al 23 jaar dood. En... Hé, ik ben een verhaal aan het vertellen, godverdomme. Oké. Die komt dus 23 jaar later terug uit de dood. Op een of andere manier. En ja, er gebeuren opeens vette fucking shit in die serie. Hij is niet dood, hij is niet levend. Ik denk eerder steeds een engel, maar ik weet niet of dat kan. Iemand terug uit de dood en zeggen dat hij een engel is. Ik denk van wel, maar moeilijk te zeggen. Nou, die werkt niet. Nope, jij bent niet aan het in de box waardig. Ja, verder. Ja, hij komt dus terug en hij belandt in China, maar het is niet de enige. Hij is niet de enige, er komen er meer.
veel meer. Machine en wood. Moet dat misschien op de lever? Kunnen we proberen. Jammer. Tilt te proberen. Nee, opzuiten met je lamp. Kan ik jullie combineren? No. Dat betekent zeker dat ik weer terug moet naar boven toe. Dit lag er net nog niet. Hop. Zit die kamer weer. Ja, ik kan er echt niet veel meer over zeggen, helaas. Vervelendste. Hier ben ik al geweest. Waar moet ik heen? Hallo? Een veer. Ik weet niet wat ik hier moet zoeken. You killed the wolf! Be free! Niks. Dicht. Okay. Ik raad jullie aan dat serieus te kijken. Het is echt een goede serie. Voor mensen die het leuk vinden om een tv-drama serie te kijken. Ja. Waar de fuck moet ik heen? Die kant hoef ik dan niet meer op. Kom ik daar vandaan? Volgens mij wel. I can't remember. Hmm.
Hier heb ik een heel slecht gevoel over. Ik denk dat hij de volgende keer weer komt. Ja, mensen van dit gaming, leuk dat jullie hebben gekeken naar Amnesia zonder facecam dit keer. Het spijt me daarvoor. Als de serie weer wat meer bekeken gaat worden, dan wil ik best weer mijn facecam aan gaan doen. Maar voor nu, sorry daarvoor. En ik zie jullie hopelijk graag de volgende keer weer terug. En laat een lijntje achter. Laat een dislike achter als je het echt per se wilt met facecam. En laat dan daarna een lijntje achter als ik het weer doe. Laat ook in de comments achter van als ik facecam gewoon weer terug bij moet doen. En omdat jullie het leuk vinden, dan doe ik het ook weer. Ja, minimaal de 10 kijkers. Tenzij er echt iemand per se het heel graag wil dat ik een facecam erbij doe. Laat het in de comments achter. Oké, alvast bedankt mensen en tot de volgende keer.